We waren bezig met een heimelijke operatie bij een bedrijfspand. Beneden was een garagebedrijf, daarboven een appartement. En in dat appartement woonde eigenlijk de verdachte. Hij werd verdacht van op grote schaal handel in verdovende middelen en vuurwapens, automatische vuurwapens. Het team was aan het werk binnen in het pand. En ik stond eigenlijk aan de overkant van de straat in de slagschaduw, zodat niemand mij zag. Om te voorkomen dat iemand dat pand binnen zou gaan. Op een gegeven moment zie ik het licht aangaan en ik voelde het meteen in mijn buik. Ik denk, nee, dit gaat toch niet gebeuren. Want dat betekent als hij naar beneden zou komen dat er een procedure moet gaan plaatsen. Waar we jarenlang op getraind hebben. En dat heeft altijd te maken met geweld. Dat is het. Op een gegeven moment ging het licht aan in de hal, bij de trap. En ik zie de voordeur open gaan. En ik voelde de stress tot aan mijn kruin. Maar dat maakte me gewoon zo scherp. Het zou mij niet gebeuren dat die man naar binnen zou gaan. Dus ik heb de procedure ingezet. Ik ben naar de overkant gegaan. Ik heb mijn vuurwapen getrokken. En ik heb hem weggevoerd. Zodat mijn teamleden de operatie veilig konden afbouwen. Als je moet presteren onder druk of onder stress en je vertrouwt op je kennis en op je kunnen en je handelt, dan benut je je stress optimaal.